Toneelvereniging Poespas uit Hegersom houdt momenteel een speciale voorstelling. De naam Liefde met een hoop poespas zegt genoeg. Er gebeurt van alles dat te maken heeft met de liefde. Wat heb je gedaan? Start je het rookalarm aan, dan willen ze Erik Jan Boudewijn wakker. Wat? Niks, ik ga slopen. Mooi. Eigenlijk 3 1-acters en die hebben ze met een paar man, hebben ze die met een bedscène erbij, gans doorgewieven als een rode draad. Het gaat allemaal over de liefde. Dat is het mooie van dit stuk. En ze nemen geen blad voor de mond. Het is best wat mij op het randje, maar tegenwoordig mocht dat, of het mocht net nimmer. Maar ja, daar trekken we eens niks van aan. We doen het zo op onze eigen manier. Ik laat me niet al liefde te verkloren. Ja. Wat zei ik nou hoor? Het gaat dus echt over de liefde. Dat zien inderdaad wat Huub net zei. 3 1-acters die gewoon ook allemaal over de liefde. En die werden inderdaad in het midden een rode draad aan elkaar gemaakt. Ja, het gaat eigenlijk over de liefde. Dit jaar was het heel speciaal voor de toneelspelers. Er was geen regisseur, dus moesten ze zelf aan de slag. Omdat we dit jaar geen regisseur hadden en we wilden wel een keer iets gaan doen, hebben we dit eigenlijk zelf in elkaar gezet. En, ja, goed, en hoe was dat dan? Want als je normaal een regisseur hebt, is je er door van afhankelijk en dan moet je het zelf doen. Ja, dat is toch wel heel erg raar eigenlijk, moet ik zeggen. Want normaal had iemand die zeggen gewoon wat je moet doen en dat doe je ook en dan luisterde je. En je kunt samen natuurlijk tot iets leuks komen. Maar ja, je zit nou natuurlijk met gewoon allemaal leden onder elkaar die wel iets in elkaar moeten zetten. En ik denk dat het wel heel aardig gelukt is. Dus, Er zijn nog kaarten voor de voorstellingen van 11, 12 en 13 april in Zaal de Bijen.